Ik wil eerst even beginnen met iets te zeggen over de context en de reden van deze meeting. Zoals jullie denk ik allemaal weten, extreem rechts heeft transpersonen en hun rechten tot strijdtoneel gemaakt. Internationaal zie je tal van voorbeelden van hoe de rechten van transpersonen, bijvoorbeeld hun toegang tot zorg of überhaupt hun bestaan in de publieke ruimte, wordt aangevallen. En de toename van online geweld vertaalt zich ook meer en meer naar fysiek geweld. De meeting gisteren die we hadden over transrechten ging hier ook over. En ook de acceptatie van LHBTQIA plus mensen in het algemeen gaat achteruit. Vorige maand nog werd er een onderzoek gepubliceerd over jongeren hier in Amsterdam, in deze stad. Waar 2 jaar geleden een onderzoek nog uitwees dat 63% van de jongeren homoseksualiteit accepteerde, hè, wat ze daar ook mee bedoelen, is dat nu nog maar 43%. Dus echt een daling van 20% in 2 jaar. Dat zegt denk ik wat. En met een extreemrechts kabinet kunnen we verdere normalisering van queerfobie verwachten. In de strijd hiertegen kunnen we lessen halen uit de geschiedenis van queer emancipatie en bevrijding. Als queergemeenschap missen we denk ik vaak juist die intergenerationele connectie. En door te kijken naar mensen en bewegingen die ons voorgingen, kunnen we ons laten inspireren en ervan leren. En in dit praatje kan ik natuurlijk niet alles over de hele queer geschiedenis en bevrijding vertellen vanuit het socialistisch perspectief en het toepassen op het heden. Ik heb het geprobeerd. Het is niet gelukt binnen een half uur. Dus wat ik vooral wil doen is een aantal anekdotes en voorbeelden geven. Die ik interessant vond, waarvan ik denk dat we iets kunnen leren en jullie kunnen gebruiken ook om je te wapenen in de discussies. Maar eerst nog even een noot over taalgebruik. Want door de geschiedenis heen zijn er heel veel termen voor queer seksualiteiten en genders bedacht en gebruikt. Sodomieten, uranisten, verkeerde liefhebbers, derde seksen, seksuele tussenvormen, homoseksuele flikkers, queers. Om maar een paar te noemen. Maar voor een groot deel van de geschiedenis komt onze kennis over homoseksualiteit eigenlijk vooral uit vonnissen van rechters of van artsen die queer personen probeerden te genezen. En zij keken altijd vanuit een cis- en heteronormatieve blik. En ze keken sowieso eigenlijk vooral naar mannen. Dus als zij het hebben over homoseksualiteit, of een term die daarvoor in die tijd gebruikt werd, dan betrof het eigenlijk waarschijnlijk ook, zonder dat zij dat wisten, ook genderqueer personen, transpersonen, veel meer diversiteit. En om recht te doen aan diversiteit, die in de geschiedenis vaak niet als zodanig herkend werd, zal ik het in het praatje veel hebben over queer personen en queer bevrijding in het algemeen, als paraplu-term en specifiek als het over specifieke groepen gaat. Dat gezegd hebbende, is het denk ik goed om te beginnen met de basis van genderonderdrukking vanuit een marxistisch perspectief. Dus in zijn klassieke werk, The Origin of the Family, Private Property and the State, dus de oorsprong van het gezin, particulier eigendom of privé-eigendom en de staat, schetst Frederik Engels, en voor wie dat niet weet, dat is de persoon die samen met Marx het Communistisch Manifest schreef, schrijft hij hoe de basis van genderonderdrukking eigenlijk voortkomt uit de ontwikkeling van privébezit en de eerste vorm van klassemaatschappijen. Want hij legt eigenlijk uit hoe met de ontwikkeling van landbouw egalitaire jagers-verzamelaarsgemeenschappen veranderden in samenlevingen die verdeeld werden in hiërarchieën van klassen, maar ook hiërarchieën gebaseerd op familiestructuur waarbinnen vrouwen ondergeschikt waren. Door de ontwikkeling van landbouw gingen mensen settelen op één plek. En mensen leefden niet meer nomadisch, waardoor ze meer bezit bij zich konden houden en privébezit konden opbouwen. En door de landbouw kon ook een surplus aan voedsel en basisbenodigdheden worden verbouwd en bewaard. Mensen konden dus opbouwen. Maar dit surplus kon ook ervoor zorgen dat mensen vrijgesteld werden van arbeid en bijvoorbeeld religieuze rollen konden vervullen. En deze religieuze leiders waren eigenlijk de eerste vorm van een heersende klasse in de eerste staatsvormen. Even kijken. Dus met het ontstaan van privébezit en die klassehiërarchie werd nageslacht belangrijk.
bijvoorbeeld aan je nageslacht kon klassenstatus en ook bezit worden doorgegeven. En met het belang van het nageslacht werd ook het controleren van vrouwelijke seksualiteit van belang. Ja, want zo kon je weten wie wiens nageslacht was. Dus vrouwelijke seksualiteit werd meer gecontroleerd en vrouwen werden meer beperkt tot de privésfeer en werk in en rond het huis. Misschien wat kort door de bocht, maar daar laat ik het nu bij. En dan, nou ja, heel veel later, met de overgang van feudalisme naar kapitalisme, vindt er opnieuw een verschuiving plaats. Steeds minder mensen voorzagen zelf in hun levensonderhoud door een basisbehoefte te produceren, maar door hun arbeid te verkopen aan een kapitalist. En door de groeidrang en competentie die inherent is aan het kapitalisme, werden vrouwen en kinderen samen met mannen naar de nieuwe fabrieken getrokken, waar ze onder hele slechte werkomstandigheden moesten werken en wat resulteerde in eigenlijk een enorme stijging van de kindersterfte. Maar fabriekeigenaren en investeerders in die fabrieken, die hadden een betrouwbaar aanbod van toekomstige arbeidskracht nodig. Dus dit werd een probleem. En hierin werd eigenlijk een contradictie van het kapitalisme blootgelegd. En de oplossing was om weer de nadruk te gaan leggen op de rol van vrouw in reproductieve arbeid. Dus vrouwen worden belast met onbetaald zorgwerk en de productie en reproductie van arbeiders. Dus kinderen baren, voeden, op laten groeien tot nieuwe arbeidskracht. Maar ook de reproductie van kapitalistische ideologie en bijbehorende gendernormen. Dus het zogenaamde kerngezin met een vader, moeder en kinderen werd daarmee een ideologische hoeksteen van het kapitalisme. Ja, in de praktijk is de realiteit voor de meeste arbeiders wel anders dan die hiërarchie voorschotelt. Want gezinnen konden en kunnen heel vaak niet rondkomen van één inkomen. Dus veel vrouwen bleven ook uit noodzaak ook nog werken bovenop hun verantwoordelijkheden van kinderopvang. Maar tegen een lager loon dan hun mannelijke collega's. Ja, en op die manier profiteert kapitalisme van die gendernormen en heeft het een belang ze in stand te houden. Maar ik denk cruciaal aan de analyse van Engels en zijn argument is ook dat deze genderonderdrukking dus niet onvermijdelijk of vooraf bepaald is, maar een resultaat van de klassenmaatschappij en privébezit en later het kapitalistisch systeem. En dat is natuurlijk hoopvol, want het betekent ook dat het anders kan. Goed, maar hoe zit het dan met queer personen onder het kapitalisme? Queer personen en hun strijd om rechten en bestaan dagen eigenlijk die kapitalistische ideologie uit. Omdat ze de ideologie van het kerngezin uitdagen. Omdat ze buiten die gender en heteronormatieve normen leven. En daarmee een bedreiging zijn voor de reproductie van arbeiders en dus voor het kapitalisme. Hoe gaat het met de tijd? Je hebt nog 25 minuten. Oh ja, oké, nee, dat gaat goed. Oké. Goed, de opkomst van het kapitalisme kwam in een periode die ook gekenmerkt werd eigenlijk door technologische ontwikkeling en nieuw denken over de functie van religie in de staat. In het feodale stelsel was nog een groot deel van de gevestigde macht gebaseerd op religie, met name het christelijk geloof hier. En seksualiteit werd dan ook door die ogen bekeken. Homoseksuele handelingen werden en ook afwijkingen van gendernormen werden gezien als zonde en tegen God, maar met name als een zondig gedrag. En in de periode van de verlichting, industriële revolutie en opkomst van het kapitalisme werden de bestaande machtsstructuren ook bevraagd. En het idee van scheiding van kerk en staat kwam op en de wetenschap als tegenpool van religie. En vanuit dit, en even tussen aanhalingstekens, wetenschappelijk oogpunt, werd homoseksualiteit steeds meer gezien als een ziekte in plaats van een zonde en iets waarvan iemand diende te worden genezen. En die medicalisering van queer identiteiten heeft denk ik een hele lange en gewelddadige geschiedenis die nu nog steeds voortduurt. Ja, nog tot laat in de vorige eeuw werden behandelingen van gesprekstherapie tot zelfs castraties, elektroshock uitgevoerd om mensen te genezen van hun queerness. En in 2019 stemde PVV, Forum voor Democratie, CDA, ChristenUnie en SGP allemaal nog tegen het verbieden van zogenaamde homogenezing. Transidentiteiten werden bestempeld als
ook nog eind vorige eeuw bestempeld als monosymptomatische psychose. En pas, en weet ik even niet het precieze jaartal, maar ik denk rond 2014 was het dat de verplichte sterilisatie van transpersonen voor het aanpassen van hun geslacht in hun documentatie werd afgeschaft. Dus dat is eigenlijk hartstikke recent. En voor de geïnteresseerden, er is een hele mooie recente documentaire, Ryan is zwanger, die ook laat zien hoe het meeste systeem eigenlijk nu nog steeds niet klaar is voor trans mannen of non-binaire personen die zwanger willen worden of worden. Maar goed, dat is over het medische systeem. Maar wat de verlichting in die tijd in ieder geval met zich, ook met zich meebracht, was toch wel het inzicht dat het niet aan de staat was die seksuele handelingen te veroordelen. Dus tijdens de Franse Revolutie werd in 1789 in Frankrijk eigenlijk als eerste Europese land sodomie uit het strafrecht gehaald. En later door de inlijving van Napoleon door Nederland werd ook hier ondanks wel verzet sodomie gedecriminaliseerd. Dus de lessen die ik hiermee hoop te vertellen is nou ja, denken over gender en seksualiteit verandert door de geschiedenis heen telkens met de veranderingen van machtsstructuren. Onze onderdrukkende gendernormen komen voort uit de klassenmaatschappij en het kapitalisme heeft deze nodig en profiteert ervan. Maar ook gendernormen en queerfobie zijn niet onvermijdelijk. Er zijn alternatieven. En met dit in gedachten is het voor ons als socialisten natuurlijk interessant om te kijken naar wat er gebeurde tijdens momenten of voorbeelden dat arbeidersdemocratie aan de macht kwamen en klasse- en privébezit wegvielen. Als we kijken naar de Russische revolutie, zien we inderdaad initieel dat het gepaard ging met veel meer vrijheden op het gebied van gender en seksualiteit. Ik zag toevallig de meeting hierna, misschien kan Brian dat aan het einde nog vertellen, maar die gaat ook hierover. Dus ik ga er niet al te ver over uitweiden. Maar homoseksualiteit werd in ieder geval gedecriminaliseerd en sociale acceptatie werd groter. Er was meer ruimte voor queer personen, bijvoorbeeld meer ruimte om openlijk samen te komen en uitgaansgelegenheden. En publieke figuren, zoals toen de tijd de People's Commissar for Foreign Affairs, dus een vrij hoge positie. Het was een man die kon openlijk homoseksueel zijn, werkte nauw samen met Lenin en Trotsky en schijnbaar leidde dat niet tot problemen. Dus die hele snelle, best wel radicale verandering in het denken over queer personen tijdens die revolutie geeft denk ik een kleine glimp van wat er mogelijk is. Als gender en seksualiteit niet meer door die normen van klas en de kapitalistische hiërarchie worden bepaald. Maar met de ineenstorting eigenlijk van de socialistische revolutie en de opkomst van het stalinisme werden heel veel van deze verworvenheden weer teruggetrokken en teruggedraaid en werden queer personen keihard onderdrukt. En ik denk ook dat met de opkomst van het stalinisme internationaal socialistische bewegingen, queer strijd niet meer opnamen als onderdeel van hun strijd. En nou, dat is natuurlijk hartstikke zonde. In het verhaal wat ik verder ga vertellen, zullen jullie ook horen dat het inderdaad niet per se de socialistische groepen waren die voor queer bevrijding hebben gestrijd in de afgelopen eeuw. En wat ik zei, dat is zonde, want werkend klasse is ook queer, is ook vrouw en man en non-binair en al die dingen. En zoals ik hopelijk duidelijk heb gemaakt, komt hun onderdrukking voort uit het kapitalisme wat hiervan profiteert. Dus socialistische strijd zou feministisch en queerstrijd moeten zijn. En queerstrijd is feministisch en heeft een wereld te winnen aan socialisme. Goed. Ik denk dat het nu interessant is om in ieder geval iets te vertellen over die queerbewegingen in de afgelopen eeuw in Nederland. En in ieder geval een honorable mention moet gaan. Hi. Naar de allereerste homo-organisatie in Nederland, die in 1912 werd opgericht, het Wetenschappelijk Humanitair Comité heette het. En het werd opgericht door een homoseksuele advocaat, Jacob Anton Schroeder, als reactie op een artikel 248 bis, van een nieuwe zedenwet die een jaar daarvoor was ingegaan. En dit artikel
maakte seks tussen gelijke geslachten tot 21 jaar strafbaar, waar heteroseks tussen mensen vanaf 16 jaar al legaal was. Hier stond een straf van 4 jaar gevangenisstraf op. En het idee erachter was dat mensen tot 21 jaar nog makkelijk corromperen waren tot homoseksualiteit. En dat moest natuurlijk voorkomen worden. Ja. Dus het WLK was eigenlijk een vrij kleine organisatie. En die vooral door het schrijven van brieven en te lobbyen betere rechten voor queerpersonen probeert te bewerkstelligen. En de organisatie was geïnspireerd op een Duitse zusterorganisatie. Die gericht was ook op het decriminaliseren van homoseksualiteit. Die is opgericht door Magnus Hirschfeld, een Joodse homoseksuele arts, die zich dus verzette tegen die wetten in Duitsland. En als arts pleitte hij eigenlijk heel erg tegen de norm in dat vanuit de geneeskunde seksuele diversiteit en genderdiversiteit niet pathologisch was, dus geen ziekte, maar gewoon natuurlijke variatie. En hij specialiseerde zich in de seksuologie en dit onderzoek naar wat hij eigenlijk vrij vertaald seksuele tussenvormen noemde. En door wat hij in zijn onderzoek tegenkwam, maakte hij zich echt ver zijn tijd vooruit. Ook ruimte voor verschillende genderexpressies, identiteiten, waar ook genderfluïde en non-binaire mensen heel vanzelfsprekend in werden erkend. En dit vind ik gewoon leuk om te vertellen. In 1919 kocht hij een villa in Berlijn en opende daar in het Instituut voor Seksuologisch Onderzoek. En daar werd in 1930 de eerste moderne genderbevestigende chirurgie heeft daar plaatsgevonden. En als je klikt, genderbevestigende chirurgieën vonden daar plaats. Maar nou, ik denk, zoals je hier kan zien, er werden volgens mij ook gewoon hele leuke feestjes gegeven. Dus de tweede persoon van links daar met die bril op, dat is Magnus Hirschfeld. En een bijeenkomst in die villa destijds. Maar goed, met de opkomst van het fascisme was er steeds minder ruimte voor dit soort vrijdenkende mensen. En vluchtte Hirschfeld voor queerfobie en natuurlijk ook voor antisemitisme uit Duitsland. Hitler bestemde hem ooit als, als de meest gevaarlijke Jood. En na zijn vlucht werden in 1933 de hele bibliotheek van het Seksuologisch Onderzoek Instituut, zo'n 20.000 boeken, vernietigd als een van de eerste boekverbrandingen van de nazi's. Dus dat is eeuwig zonde, denk ik. En in de huidige context, met de opkomst van extreem rechts en fascisme, fascistisch gedachtegoed, en in een tijd waarin kinderboeken in de Verenigde Staten uit bibliotheken en scholen worden gehaald, en zelfs encyclopedieën en woordenboeken worden verboden in verband met hun seksuele inhoud, vind ik dit een belangrijk verhaal om te vertellen. Goed, na de Tweede Wereldoorlog... ook de Nederlandse tak van het WHK, dus de eerste homo-organisatie in Nederland, werd bij de inval van de Duitsers opgeheven. Ze kenden de verhalen over vervolging van homoseksuelen in Duitsland en wisten wat ze konden verwachten. Zij vernietigden al hun eigen correspondentie en documentatie preventief uit veiligheidsoverwegingen om te voorkomen dat het in verkeerde handen zou vallen. En na de Tweede Wereldoorlog was weer in 1946 werd opnieuw een organisatie voor queer mensen opgericht, het COC. En het COC vormde een plek waar met name eigenlijk homomannen konden samenkomen. Maar dit was vaak nog in het geheim en in de anonimiteit. Het COC verzette zich ook bijvoorbeeld tegen dit wetsartikel 248 bis. De politie gebruikte dit artikel ook om COC-bijeenkomsten lastig te vallen en te infiltreren. Maar het verzet wat zij voerden was veelal binnenskamers. Maar in januari 1969, nog een half jaar voor de Stonewall Riots in de Verenigde Staten, werd eigenlijk door jonge studentengroepen, die wel voortkwamen uit het COC, maar die ongeduldiger en meer actiebereid waren, het eerste openlijke homoprotest in Nederland gevoerd tegen dit artikel. En in de jaren 70, met de tweede golf van het feminisme en de groeiende seksuele bevrijding, kwamen steeds meer groepen die radicalere nieuwe ideeën hadden over queer bevrijding.
Zij vond dat ze veel te veel gericht was op assimilatie en integratie en wilde niet alleen meer streven voor tolerantie en acceptatie, maar echt de omarming van een hele queer zijn. En er ontstonden verschillende actieve, georganiseerde, ja, er stonden groepen die samen een beweging vormden. Dus er waren radicale groepen zoals Lesbian Nation, Flickerfront, Rode Flickers, en die organiseerden samen die beweging echt op straat en in de publieke ruimte die ze voor het eerst claimden. Een van deze organisaties wil ik uitlichten en wat meer over vertellen, omdat ik denk dat dat interessant is. Dat is de Paarse September, een lesbische groep die voortkwam uit de vrouwenbeweging. Enerzijds liepen ze er tegenaan dat het COC eigenlijk vooral een mannenbolwerk was, waar ze te maken kregen met seksisme. En anderzijds, in de vrouwenbeweging was er ook geen oog voor hen. Organisaties als de Dolomina bewaakten eigenlijk actief het hetero-imago van de beweging. Want er was vanuit de vrouwenbeweging eigenlijk een bewuste terughoudendheid op dit thema, omdat zij door de media en in het publieke debat werden afgeschilderd juist als gefrustreerde, mannenhatende lesbiennes. Dat wilden ze niet zijn. En de Paarse September daagde die terughoudendheid van hetero vrouwen uit door homoseksualiteit eigenlijk juist te presenteren als een geweldige oplossing voor de vrouwenbeweging. Dus zij beargumenteerden: in ons privéleven hebben we geen last van patriarchale structuren of onderwerping aan wat mannen willen. Daarbij ons helemaal ontrokken. Dus in andere woorden, lesbisch zijn is eigenlijk juist een hartstikke goed idee voor vrouwen. En daarmee zijn ze denk ik heel impactvol geweest in hoe ze het narratief hebben weten te veranderen van lesbisch zijn als eerst iets wat getolereerd of geaccepteerd moest worden tot iets positiefs en wat nastrevenswaardig was en wat misschien bepaalde inzichten kon geven. Oh, trouwens, volgende slide. Ja. Oh, ik ben het helemaal vergeten. Dit was het eerste openlijke homoprotest tegen het artikel. Ja, 248 bis. En de volgende, dat zijn stickers van die meer radicale queer bewegingen. Yes. Maar goed, met dit narratief wat zij aanhielden, hè, van lesbisch zijn is juist een oplossing. Enerzijds wisten ze dus het narratief te veranderen, wat hartstikke tof was, maar anderzijds reduceerden ze ook de oplossingen voor genderonderdrukking tot eigenlijk een hele individuele actie in de interpersoonlijke sfeer. Een van hun uitspraken was: lesbisch zijn is een politieke keuze. Dat was ook zelfs een beetje ludiek bedoeld, om mensen uit te dagen, maar daarmee presenteerden ze dus genderonderdrukking als iets waar je simpelweg van kon onttrekken door daarvoor te kiezen. En ik denk eenzelfde soort dynamiek van die individualisering van het probleem zie je nu soms nog steeds rond queer personen en hun activisme. Dus uitspraken als your existence is political, daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, hè? Zeker in een wereld waarin bepaalde mensen, lichamen en identiteiten zo gepolitiseerd worden. En het is dan ook zeg maar inspirerend en tof om te zien als individuen zich vrij weten te vechten van die onderdrukkende normen. Maar we willen natuurlijk eigenlijk de achterliggende machtsstructuren die normen in stand houden en ervan profiteren van die onderdrukking, die willen we omverwerpen voor iedereen. Dus als je niet die gezamenlijke wortel van onderdrukking aanpakt, loop je nog wel eens het risico dat verschillende strijdterreinen, bijvoorbeeld, dus het strijdterrein van de hetero cis vrouwen, lesbische vrouwen, homomannen, transpersonen, mensen van kleur, daar gaan we het zo nog over hebben, dat als aparte strijd wordt gezien. En dat maakt de beweging denk ik kwetsbaar voor verdeel- en heerstactieken. Oké, volgens mij was dat het meeste van wat ik wilde laten zien. Ik denk dat de batterij op is. De batterij, ja. Dan maak je kwetsbaar voor verdeel- en heerstactieken. Ik denk historisch gezien, en ook vandaag de dag, zie je dat helaas vaak. Weet je, turfgedachtegoed
Trans-exclusief gedachtegoed in feministische en lesbische groepen. Ik weet nog een tijdje terug bij een bijeenkomst kwam ik een lesbische vrouw tegen die zei dat ze zich van haar vlag afgeduwd voelde door de toevoeging van de transkleuren aan de regenboogvlag. Ik dacht van, goed. Dat laat dat gedachtegoed denk ik goed zien. In Engeland heb je organisaties van LGP without the T, dus die ook expliciet trans mensen uitsluiten. En het was ook bij een lesbisch protest in de Verenigde Staten, waar een transfeminine waar transfeminine vrouwen expliciet van werden uitgesloten, dat Marsha P. Johnson, ik denk bekend een zwarte trans vrouw activist en ook bekend als een van de sleutelfiguren van de Stonewall Riots en oprichter van Street Action Transvestite, een van haar beroemde speeches gaf waarin ze de menigte aansprak op deze exclusie van transpersonen in de queer beweging. Goed, dus de les hier is de individualisering van strijd kan een probleem zijn. Het pakt niet de wortel aan en maakt het gevoelig voor verdeel- en heerstactieken. Maar het organiseren op basis van een specifieke gemarginaliseerde identiteit kan wel ook noodzakelijk zijn en heeft een plek in emancipatiestrijd. Omdat het onderbelichte perspectieven aan het licht kan brengen. Dus enige nuance daarin. Een ander voorbeeld daarvan, wat ik denk belangrijk is om uit te lichten, is groepen als Sister Outsider. Sister Outsider was een groep opgericht in 1984, specifiek voor zwarte vrouwen die van vrouwen houden. Oh ja, daar missen we nu de foto van, dat is jammer. Maar goed. Ik kan hem even opvragen. Ja, dat is goed. Als je die eruit had. Ja. De naam van de organisatie was natuurlijk geïnspireerd op het boek Sister Outsider van Audre Lorde. En deze groep kwam samen, lazen en bespraken zwarte feministische literatuur en deelde ervaringen en ideeën uit. En door dit samenkomen en de herkenning en erkenning in elkaars ervaringen kwamen ze meer en meer tot inzichten van hoe koloniale geschiedenis doorwerkte in de onderdrukking van zwarte migranten en vluchtelingen, lesbische vrouwen. En zij brachten Audre Lorde, die in de jaren 80 les gaf aan de Duitse universiteit, twee keer naar Nederland om te spreken. En die introduceerde eigenlijk in Nederland de begrippen die we nu kennen als intersectionaliteit of kruispuntdenken. Als mensen niet weten wat dat betekent, kunnen we daar later nog verder op ingaan. Maar ik denk dat dit belangrijk is geweest, want via Sister Outsider en de dingen die zij organiseerden, kregen vrouwen meer grip op ervaringen van bijvoorbeeld hyperseksualisatie en exotisatie die specifiek waren aan zwarte lesbische ervaringen. En op die foto zie je dus een aantal van hen. Volgens mij de tweede van links, daar ken je een hele jonge Gloria Wekker. En helemaal links Tineke Sumter, die ook een lange staat van dienst heeft in de queer bewegingen. En ik denk dat het voor nu nog ook de moeite waard is om stil te staan bij de queerfobe overblijfselen van kolonialisme en de racistische aspecten daarvan. Er zijn namelijk tal van voorbeelden van pre-koloniale samenlevingen waarin seksualiteit buiten de heteronorm en genders buiten het binaire denken erkend werden en vaak respectabele plekken innamen. Je hebt de Mushe van de Chapultepec in Centraal-Amerika, Two Spirits in de inheemse samenlevingen van Noord-Amerika, Bakla in de Filipijnen, Hydra in India en zo zijn er nog heel veel meer voorbeelden te noemen. En koloniale machten criminaliseerden deze groepen als onderdeel van het controleren en bezetten van deze bevolkingen. Want het afschilderen van koloniale volken en hun gebruiken als seksueel geperverteerd hielp ook hun koloniale narratief van het brengen van beschaving. En daar hebben queer mensen in gekoloniseerde, ex-gekoloniseerde landen nog steeds last van. Zo ook bijvoorbeeld in Suriname, door Nederland gekoloniseerd. En het artikel 248 bis, waar ik eerder over vertelde,
Dus die seks tussen gelijke geslachten tot de 21 jaar strafbaar stelde met 4 jaar gevangenisstraf als straf. Werd dus tijdens ook doorgevoerd in Suriname. Daaronder de naam van artikel 302 van het Surinaamse wetboek van strafrecht. En in 1971 werd het artikel in Nederland dus opgeheven, maar niet in Suriname. In de jaren 70 waren er ook groepen als SUHO, kort voor Surinaamse homo's, waar onder andere ook Christineke Sumter op die foto een belangrijke rol in heeft gespeeld. Die zich lobbyden en verzetten tegen, lobbyden voor de afschaffing van dit artikel. Maar tot nu toe te vergeefs. En deze wet is nog altijd van toepassing. Deze koloniale wet is nog altijd van toepassing in Suriname. Goed, en ik denk ook koloniale overblijfsels. Waren ook te zien, ik denk, we hebben niet tijd om er veel op in te gaan, maar in de HIV-AIDS-epidemie, dat enerzijds de dodelijkheid van homofobie liet zien in de inactie van overheden en farmaceutische industrie, maar ook specifiek hoe disproportioneel mensen van kleur daardoor werden geraakt. En het laat ook de absurditeit zien van populaire argumenten van rechtse partijen van homonationalisme, dus het idee dat Nederland inherent tolerant en vooruitstrevend is voor queer personen, maar door migratie en andere culturen dit onder druk is komen te staan. Dat is een ontkenning van koloniale geschiedenis en opportunistische nep-sympathie voor queer gemeenschap die wordt gebruikt als een stok om moslims mee te slaan. En het maakt nog maar weer eens duidelijk dat we ons niet moeten laten verdelen en vatbaar laten maken voor verdeel en heers. Maar de gezamenlijke wortel van deze onderdrukkingen moeten bevechten. Oké, ik denk, ik heb nog een paar minuten. 2,5, helemaal perfect. Ik wil nog één keer herhalen wat ik hoop dat de lessen zijn. Voor we doorgaan naar de discussie. Dus ik hoop met mijn praatje te kunnen hebben verteld dat onderdrukkende gendernormen voortkomen uit de klassenmaatschappij en het kapitalisme deze nodig heeft en ervan profiteert. Dat variatie op gendernormen en queer identiteiten altijd hebben bestaan en ook verzet tegen de dominante normen heeft altijd bestaan. Maar ook dat gendernormen en queerfobie niet onvermijdelijk zijn. Dus en daarin kunnen we ons onder andere laten inspireren door pre-koloniale culturen. Die andere manieren hadden van naar gender kijken en decoloniale strijd. En organiseren op basis van specifieke gemarginaliseerde identiteiten heeft een plek, maar we moeten niet vallen voor individuele oplossingen en verdeel- en heerstactieken, want uiteindelijk willen we de gezamenlijke wortel van onderdrukking aanpakken. En nog kort, voordat ik echt afsluit. De geschiedenis laat ook inspirerende voorbeelden zien waarin mensen het belang van solidariteit en die gezamenlijke wortel van onderdrukking herkenden. Het voorbeeld van gays en lesbians supporten miners in Engeland, waar queergroepen solidariteit organiseerden met stakende mijnbouwers. En mijnbouwers daarna ook met hun samen op straat en hun acties meeliepen. In Nederland waren het lesbische en gay groepen die ook heel actief waren in het organiseren voor het recht voor abortus. Dat deden ze ook niet voor zichzelf, maar uit solidariteit. Vandaag de dag heb je ook groepen zoals Queers for Climate of queergroepen die helpen organiseren voor acties voor Palestina. En als IS zijn we natuurlijk ook onderdeel van al deze strijden. Dus nogmaals, we willen de gezamenlijke wortel van onderdrukking aanpakken. En daarom queer bevrijding is deel van socialisme. En socialisme zou deel moeten zijn van queer bevrijding. Of zoals Marsha P. Johnson het al zei, no pride for some of us without liberation for all of us.